Yo allemaal en welkom terug bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal mensen. Het is weer een tijdje geleden, maar we zijn weer terug met deze video. En je kunt het al zien op het scherm. De bottom dollar DLC van GTA 5 is uitgekomen. En we gaan hem gewoon eventjes lekker testen. We gaan hem eventjes gewoon bekijken, even met jullie doornemen. Maar goed, we beginnen natuurlijk met het opstaan. Want anders kan ik mijn telefoontje niet openen. Als we het telefoontje openen, gaan wij naar de Mazebank Foreclosure website en gaan we naar de bill offices. Staat helemaal hier. En als je dan kijkt, dan heb je in principe vier in de stad en heb je eentje helemaal bovenin. Mijn tip, koop deze alsjeblieft niet, ook al is het verreweg de goedkoopste. Koop hem alsjeblieft niet. Mijn tip zou zelf zijn een van deze twee. Ik weet niet meer precies of het deze kost, volgens mij was deze iets goedkoper dan deze. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar mijn tip is dus koop één van deze twee. Waarom? Omdat je dan een beetje bij het noorden van de map zit. Dus mocht je missies krijgen die in het noorden zijn, kun je ze makkelijk pakken. En in het zuiden kun je ze ook makkelijk pakken. Dit is ook geen gekke locatie. Het is een leuke locatie, maar niet per se heel handig of zo. Deze daar raad ik ook niet heel erg aan, want die is vooral in het zuiden zit. Nou, dan hebben we dus natuurlijk ook nog verschillende aanpassingen. En je hebt nieuwe voertuigen gekregen. Je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 staan. 6 staan. Telt niet goed. Deze is alleen beschikbaar voor GTA Plus voor nu. Voor de andere mensen komt die volgende week uit. South San Andreas staat er 1 nieuwe. Dat is de D-Class Yosemite. En bij Warnstock staan er 3 nieuwe politievehicles. Ja, ik heb de trade price al geunlocked voor alle 3. Maar volgens mij, als je ze niet hebt geunlocked, kosten ze 5 miljoen. Dus dat is niet heel goedkoop. Maar ja. We gaan eventjes gewoon een lekkere missie starten. Of we gaan een missie starten. What did he say? En dan gaan we eerst eventjes switchen naar een mooie politie skin. Kijk eens aan. Over politie skin gesproken. Als je naar carrière toe gaat op PlayStation 5 versie. En je gaat naar de Bottom Dollar DLC. Dan zie je hier staan dat ik letterlijk nog 1 target moet securen. Zie ik nu. Oké. Okay. En dan heb ik dus deze outfit geunlocked. En dan ben ik toevallig ook al bij T4. Dus ja, dit is nieuwe karakter. Janet heet ze. Maar goed, we gaan voor nu dus eventjes een nieuwe missie starten. En dan ga ik ook gelijk eventjes toelichten wat precies de missies inhouden. Want over het algemeen zijn ze niet heel lastig, maar ze zijn wel heel erg leuk. Je ziet hier 4 knapen staan. 3 knapen en een vrouw. Lil Prince, Colby Wright, India Wood en Chas Lieberman. Die levert 130k op. En de rest ongeveer 40k. Dit zijn low. Hoe heet dat? Nou, in ieder geval. Low. Ik kon er niet opkomen. In ieder geval. Ze zijn minder waard dan die. Omdat ze dus waarschijnlijk minder hebben gedaan. Deze 3 refreshen om het uur. En deze refresh om de 24 uur. Okay, dus we gaan gewoon deze guy erbij pakken. Lieberman. En dan geeft ze altijd eventjes toelichting die eigenlijk niemand iets boeit. He's been off the radar ever since. Maar dat maakt niet uit. Everyone slips up eventually. En waar ik wel eens ook achter ben gekomen, ik trek hem even weg. Ieder karakter heeft zijn eigen missie, zeg maar. Maar het is wel zo dat je verschillende soorten missies hebt. Dus je hebt, even denk, je hebt een missie waarbij je een huis moet vernielen, zeg maar, of eromheen moet vernielen. Je hebt een missie met een prismbus. Dat is volgens mij die van het Colby Wright eentje. En ja, het is gewoon een. Ja, het is gewoon eigenlijk een leuke missie. Allemaal. Maar wat deze gast voor missie heeft, weet ik niet. Die high targets die zijn allemaal wel anders. Dus dat is ook wel leuk. We gaan gewoon armor kopen. Dan gaan we gewoon gelijk starten. En dan hoop ik, praat ik er even doorheen, want volgens mij wordt er anders gecopyright. En wat veel mensen doen, is dat ze gelijk deze bus meenemen. Kun je doen, maar het is niet verplicht. Want als ik namelijk de target heb, of wat hij nou dood is of levend, die bus spawnt gewoon letterlijk bij jezelf in. En dan zou die niet bij jezelf inspawnen, dan kun je hem gewoon letterlijk hier oproepen. Dus ja, en het is trouwens maar 500 meter rijden. Oké, okay, lekker dicht bij huis. We gaan er wel met spoed heen. En we krijgen 128k voor deze target. En dat is volgens mij bij iedereen hetzelfde. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, nu ik er zo over nadenk, of dat we ooit een keer 2 keer money gaan krijgen. Want dan krijg je gewoon letterlijk 256k.
En we worden nou wel achterna gezeten, zo. Niet. Oké, we moeten cell towers zoeken. Maar ik vraag me af wat de cell towers zijn. Want we hebben 3 towers te hacken. Wat zijn cell towers? Zijn dat deze dingen? Ja, sowieso zijn deze. Ja, oké. Okay. Dit is een leuke singleplayer locatie. Oh, kijk. Zo stealth mogelijk hierop af. Dus die gast kan even dood. Hey, bester ik dat deze gasten mij nu gehoord hebben. Even kijken of die hier niet staat. Nee. Als we gewoon stealth doen, dan zou die auto op de grond ook niet achter ons aan hoeven te komen. Maar die komt er nu wel aan, dus ik wacht heel even met killen. Dus komen er allebei nu aan. Eentje komt letterlijk op ons af. Zo. Goed, heeft niemand iets gezien. Wat nu wel kunnen... Oh nee, wacht, hij rijdt onder door. Nee, ik wou zeggen dat hij bij onze personal vehicle staat, maar hij rijdt onder door. Dus daar hebben we ook geen last van. Hacken! Oh, hoeveel hebben ze nu op het plan? Ik dacht dat we eens gaan hacken. Nice. Het is trouwens ook een nieuwe soort hack. Oh. Die is alleen voor deze missies, voor nu. Nee, die is voor dispatch missions, sorry, dat zeg ik verkeerd. Daar gaan we daar ook nog misschien wel eentje van doen. Maar voor de dispatch missions te starten moet je dus je eigen politievehicle hebben. Dus, zoals deze bijvoorbeeld. Die moet je van jezelf hebben. Of dat die dan opvallend is of onopvallend, dat maakt niet uit. Hij moet in ieder geval van jezelf zijn. Ik zie hier trouwens ook nog eentje staan. Ik denk dat we deze ook weer moeten hebben. Ja. Zet ik deze maar even hier neer. Kom maar, deze guy maar even af. Yo, mat! Hoppa! Maar dit bedoel ik, kijk, het is echt niet moeilijk. Ik zou natuurlijk ook gewoon kunstblazing erop af kunnen gaan, maar dat lijkt me nou ook niet heel leuk. Oh! Oké, we moeten nog 1 cell tower. Dan hebben ze alle 3 gevonden. Ik denk eigenlijk dat die een beetje bij de Los Santos Custom staat. Alles staat hier een beetje rechts. Weet je wat, we gaan eerst even rechts kijken. Er staat er toch geen persoontje. Kijk, hier is niks. Oh jawel, hier staat hij juist wel. Kijk. Hoppa. Pakken we ons pistooltje er weer bij. Staat hier iemand? Ja. Yo. Maar zijn we nu wel gezien. Of het waren gewoon die werkers hier beneden, dat kan ook. Ja, daarna dat het was. Reloaden voor de zekerheid. En hier kunnen we natuurlijk naar binnen toe. Als iemand om het hoek staat, ben ik te lul, maar dat is niet zo. Is dat hier nog hoog misschien? Waar je altijd op moet letten is, je zag net dat die guy aan het bellen was. We hebben in ieder geval de locatie. Stappen we in onze politieauto. Maar deze missie die we nu aan het doen, die lijkt heel erg op de missies van de normale bounties. Dus ja, het is niet heel erg anders ofzo. Deze duurt iets langer. Is ook iets lastiger, maar het valt heel erg mee. Ik zet mijn politieauto even hier. En ik heb zo'n gevoel dat we, zodra we binnen zijn, niet meer stealth zijn. Maar dat gaan we zien. We hebben ook een checkpoint. Holy shit. What the fuck. Oké, als we dit stealth kunnen doen.
Die guy moet dood. Die guy moet dood. Kijk, hij heeft hij ook weer aan bellen, ze schiet gewoon op zijn voorhoofd. Boom. The Lone Sharks have found the find a rescue. Wat zijn Lone Sharks? What the fuck zijn Lone Sharks? Nee, maar niet uit. Ik ga gewoon een beetje kijken wie ik wel en wie ik niet af kan schieten. Want deze guy die kan ik niet afschieten. Die voor mij. Maar die guy daar, die bijvoorbeeld weer wel. En natuurlijk loopt hij net weg als ik wil gaan schieten. Oké. Okay. Onze grote vriend die heeft snel HP aan het verliezen. Shit, we moeten wel een beetje opschieten. Ja, dacht ik wel. Hij maakte geluid, ik schoot niet op zijn hoofd. Ik moet opschieten. Shit, we moeten heel erg opschieten. Even kijken wat ik gewoon gratis hier naar binnen toe kan. Of wat ze een keycard of zo hebben. Nee. Daar zit hij. Pa. Even voor de record. Ik zou hem nu ook gewoon nog zijn kop in kunnen knallen. Maar ja, dat moet je echt niet doen. Dan krijg je 25% van de opbrengst die ik zou krijgen als ik hem nu gewoon capture. Ook met de normale bounties. Kijk, je kunt natuurlijk per ongeluk iemand killen. Je moet gewoon met mij lopen of zo. Oh shit, dat heb ik nog niet gezien. Oh damn! What the fuck? Oh shit! Dit is vet! Kom dan! Vielen! Als die guy hier blijft zitten, als hij slim is, rent hij gewoon weg. Dan. Hopelijk is hij niet slim. Oh, rechts van me. Backup transporter staat helemaal daar. Holy shit. Maar dat maakt niet uit. Zo, nog eentje rechts van, denk ik. Zit erin? Zit erin? What the fuck? Die guy loopt toch gewoon met me mee, dus dat scheelt. Ik weet ook niet waar ik net gebleven was met mijn verhaal. Komt die guy nog achter mij aan, of niet? Oeh, rustig. Even een ander wapentje pakken. Boom. En daar. Pieken. Misschien is het oké. Okay. Pieken. Hoppa. Hoppa, gras eten. Daar beneden nog eentje. Oh, moet ik wel raak schieten. Zo. Wat is die guy helemaal aan het doen, joh? Oh, hij komt eraan. Hè? Ik ga naar achter te lopen. Ik wil gewoon opschieten, maat. Ik pak hiervoor gewoon eventjes een mooie... Oh, dat is de verkeerde. Deze. Hoppa. Gras eten. Oh, die... Oké, okay, daar gaan we het niet over redden. Dood. Dood. Maar deze guy werd dus ondervraagd, dat had ik nog niet begrepen. Fucking vet dat die transport, jongen. Healen. Kan ik even voor de record, kan ik deze? Houd hem nu gewoon, oh, kan er niet in. Ik wou zeggen, dan kan ik hem niet gewoon meenemen dan naar die transporter toe, maar dat kan niet helaas. Ook wel logisch. Oh, er staan er heel veel. RPG erbij. En dat is één. En dat is twee. Oh, dat gaan we niet doen.
Hoppa, er zit hier nog eentje achter. Hou je bek. En even concentreren, maat. Zo. Er staan hier links eentje en rechts eentje. Maar die kan je rechts in die spant of zo. Waar is het daar? Hey Johnny, of niet? Hey, oh, wat de hel, dat is Johnny! Dus daar lijkt het heel erg op, van Johnny van The Lost and Damned van GTA 4. Oh shit, ik ben bijna dood, wat de hel? Even serieus, hoe traag is die guy? Ziet op! Ik ga verder lopen en dan moet die man achter me aankomen. Of ik pak gewoon die auto en dan haal ik hem naar hem toe. Dat komt aan. Zo. Dit is niet van onszelf. Ja, tenminste niet custom. Oh, wacht, hem ook er nog niet in. Ja, ik ben niet fan om hem te doen. Als je dit stealth had moeten doen, zou kunnen, maar had je misschien met twee man of zo moeten zijn. Yo maat! Snap ik even uit, want ik moet zelf die guy erin zetten volgens mij. Secure the target. Hoppa, daarin jij. En dan 1 kilometer dit terug rijden. Dit is maar een secundair inkomen, dus ja, je doet nu werk, maar je krijgt het geld pas later. Zoals je ziet hebben we hem achter tralies gezet. En als ik het goed heb, wordt deze over ongeveer 15 minuten verwerkt. Dus dan krijgen we over ongeveer 15 minuten krijgen wij 128k. Terwijl als jij je build office koopt, kun je ook staff members toevoegen. Je kunt er 2 toevoegen. Ik heb er voor 1 gekozen. En wat die staff members doen, is je ziet het al. Ik kan dus die agents kan ik op pad sturen. Dus dat ga ik dan doen. En daar krijg ik ongeveer 20 tot 30k voor. Dus ja. Daarvoor zijn ze eigenlijk gewoon bedoeld in principe. En ik zie ook dat we een reward hebben gekregen bij de... Oh, dat is natuurlijk de... Ja, oké. Okay. En dan ben ik benieuwd of ik die ook gelijk aan kan doen. Als het goed is heb ik hier, kijk, change clothes. Na 5 minuten zoeken heb ik eindelijk gevonden waar je staat. Als je namelijk bij je outfit gaat kijken en je gaat onderaan beginnen en je gaat dan naar de career progress. Dan staat die onderaan. Dan heb je deze. En is die broek alleen nog wel echt verschrikkelijk lelijk. Ik hoop dat ik een beetje een fatsoenlijke broek heb. Prima. Dit ziet er ook echt naar. Schoenen dan. Oh, kan ook blote voeten lopen. Nou, dat laten we dan maar niet doen. Zwarte schoentjes. Oeh, voor deze heb ik best clean. Laten we dan ook nog gelijk eventjes wat... Als het zware is aandoen en dan het speciaal bij gloves. Onze zwarte gloves. En dan zet ik ook gelijk mijn masker op. Dus wat doe ik dan? Ik ga naar appearance toe. Ik ga naar als het zware is. Ik ga naar head denk ik. Nee, sowieso naar helmets. Ik zat hier helemaal niet. Helemaal naar links toe. Als ik kan trouwens, dan maakt het helemaal niet uit. En dan heb je een skin. Ja, een skin. Een pak. Sta ik gelijk eventjes op. Onder de naam outfit politie. Zo. Nou, dit is ook mooi. En dat was in principe voor de bill officers, ja.
Dat was het in principe. Dus wat ik even ga doen is ik ga naar buiten. En dan ga ik even met jullie de politiebug doornemen. De dispatchbug heet het. Want zoals ik al zei, je moet dus in ieder geval een politieauto hebben die je zelf hebt. Dus je kunt niet zeggen van, hey, ik ga even naar het politiebureau en ik steel er even eentje. Dat kan dus niet, dat kun je niet starten. Daarnaast moet je ook geen, mag je geen CEO of motorcycleclub president zijn. Dus je moet gewoon helemaal kaal zitten, kaal zijn. En voor de rest maakt het in principe niet uit. Vervolgens druk je op R3. En dan wordt hij gestart. En vervolgens krijg je linksboven een melding. Press to accept. Nou, accept. En dan gaan we even kijken waar we heen moeten. En ook hierbij heb je in principe gewoon standaard missies die je moet doen. En het wordt goed uitbetaald, moet ik zeggen. Je krijgt 25k voor... Nou, in principe niet meer dan 5 minuten werk. Want soms dan moet je letterlijk bommen defusen. Nou, dat is echt... Als je pech hebt, is het 5 minuten. Soms is het gewoon letterlijk 3 mensen killen. Nou, nog weer 2 minuten, denk ik. Maar soms moet je heen en weer en dan moet je steeds wat meenemen. En dat kan op zich nog wel vervelend zijn of lang duren. Maar goed, we zijn even aangekomen bij Harmony. Ja, dat bedoel ik. We moeten dus iets meenemen. Maar ja, goed, kijk, het is dus eigenlijk alleen maar mensen killen. Dat kun je niet stealth doen, dus je moet gewoon gunblazen erin gaan. Ik switch even snel naar mijn P90. Die ik overigens ook nog een keer moet tunen met een ander magazijntje erop. Hé, joh. Ja, nou, joh. Nou, en wat doe je dan? Je gaat naar achter toe. Je pakt hetgeen wat je moet hebben. En je moet eigenlijk iets gaan bezorgen. Dat was het. In principe hoef je ook niet eens met je politieauto erop te... hoe heet het? Als jij hem gewoon start vanuit je politieauto en je gaat vervolgens gewoon mee oppressen, of kan ook gewoon. Kan gewoon. Maar ik vind het altijd gewoon leuk om met je politieauto te doen. Tenzij het natuurlijk helemaal in Polito Bay is. Maar in principe vind ik het altijd wel, wel leuk gewoon om met de politieauto te doen. Oeh. Even short nemen. Die boer die denkt hij dadelijk ook wat de hel voor hier. Oh, die is echt op alles over de shortcut. Hey, John Deere. Hey, daar een John Deere trekker. Hey, u heeft gedronken, meneer. Stoppen. Oh, hij stopt niet. Hij is voor ons weg aan het rennen. Wat de hel? Stop, chef. Hey, stoppen, chef. Niemand vroeg iets aan jou, maat. Niemand vroeg iets aan jou. En aan jou. Zo. Hey, stop eens, eigenlijk. Oeh. Hey, vriend. Ik vind echt dat, dat de Nederlandse politie soms zo ook wel mag reageren. Hij heeft eigenlijk gewoon niks gedaan, maar... Zelfs zou hij wel iets gedaan hebben. No witnesses. 2000 years later. Dus ik heb er nou even denken hoeveel heb ik er. Volgens mij 4 heb ik er van Rolls Royce en echt een stuk of 10 van Dodge. Boeien, Ruud, boeien. En ik krijg 25k voor. Ja, zoals ik al zei, een hele moeilijke missie. Lieberman is ook al geprocessed, dus ook daar hebben we al 130k van gekregen. En ja, zit de cooldown trouwens op bij deze politiemissies van 5 minuten. Dus in principe kun je gewoon letterlijk 25k per 5 minuten krijgen. En het ging niet goed. Maar ja, dat was dus in principe de update. Natuurlijk nog een paar bugfixes en zo, maar ja. Ik heb voor in ieder geval deze auto en deze auto heb ik. En voor de rest heb ik er nog geen. Maar kunnen. Zullen we nog een eentje gaan tunen? Gewoon omdat het kan.
Ah, weet je wat, we doen het gewoon. Ik zit er ineens aan te denken, maar we doen het gewoon, joh. Laat ik hem wel in mijn agency stoppen. En als de auto bezorgd is, ben ik jullie bij jullie terug. En ik... Bij mijn hoofd zou ik zeggen dat hij geïnspireerd zou zijn op een Silverado. Maar zeker weten doe ik niet. Chevy Silverado. 2020 Chevy Silverado. Hi, Smiley. In ieder geval, ja, ik... In principe ben ik geen pick-up fan. Ik bedoel, ja, Ford Raptor vind ik mooi. Silverado vind ik niet verkeerd. GMC Sierra vind ik dan weer wel echt verschrikkelijk mooi. Dodge Ram vind ik mooi. Maar het is niet dat ik zeg van... Nou, als ik later genoeg geld heb, ga ik echt eentje kopen. Want dat zeker niet. Maar we hebben in ieder geval 25... customization opties. Dus we gaan gewoon lekker vooraan beginnen. Ik ben erg benieuwd of je deze echt over de top kan tunen. Ik kan in ieder geval mooie dingen opzetten. Zo. Die past er echt zo niet bij. Oeh. Oeh, maar dat is eigenlijk wel nice. Die zet ik erop. Waar zit de uitlaat? Aan de zijkant. Okay. Ik wil in ieder geval niet primary maken. Dus op zich, dit vind ik nog wel nice, maar... Ik vind deze wel prima. Engine upgraden uiteraard, uitlaat. Voor nu aan de zijkant, zoals ik al zei. Eentje aan de achterkant. Big Boar aan de achterkant. Nee, dan moet hij aan twee kanten. Oh, oké. Okay. Side exhaust. Oh! Oh! Oké. Okay. Ik laat deze even standaard, maar we gaan voor één van deze twee. We kunnen niet precies voor welke. De grill. Mooie logo staat er nog op die je niet heel goed mee kunt zien. Oeh. Oh. Oh, die is echt... Oh, die is echt niet mooi. Die is echt niet mooi. Ik denk dat ik gewoon ga voor de chrome. Oh, die vond ik... Ah! Ik krijg al mijn ogen van als ik aan denk. Prima. Oh, oké, ook niet lelijk. Ook niet lelijk. Dat is mijn favoriet, denk ik, van dit toe. Weet je wat echt mooi zou zijn als je gewoon die motor gewoon kan uitlaten steken? Maat. Ja. Nee. Ik zat erover te twijfelen, maar waarom zou je voor dat gaan? Oké, ik ben benieuwd. Witte strepen. Zwarte strepen. Heel clean trouwens. Boyo. Holy shit. Mag ik even een shout-out doen naar Rockstar Games voor die deliveries? Want even serieus, die deliveries die ze de afgelopen jaar hebben gemaakt. Deze ook weer. Kijk hoe clean die is. Two-tone. Oeh. Een soort van lowrider. Nee, nee, ik moet zeggen, ik vind die zwarte strepen ook wel heel nice. Maar ik ga nog even kijken welke kleur ik hem mag maken. Dus op dat wacht ik nog even. Chrome spiegeltjes natuurlijk. Yellow on black. Respray doe ik dadelijk. Ik denk dat we waarschijnlijk... What the fuck is dit? Wat heb je hier aan? Eigenlijk helemaal niks. Nee, zet ik wel op. Primary. Niet verkopen. Als we die namelijk dicht kunnen maken, zou het misschien nog wel gaaf zijn. Ik wil geen brede steps wil ik hierop hebben. Dus deze is in principe al voldoende voor mij. Tube step. Spoiler. Waarschijnlijk kunnen we hier zo'n dikke spoiler op gooien waar je eng voor wordt. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Low level, super clean. Mid level, super lelijk. Oh, ja, oké, okay, wordt er niet mooier op? Ja, dat bedoel ik. Ik vind het... Nee, ik ga er niet voor. Suspension lager aan de grond. Puur en alleen voor meer grip doe ik het. Anders had ik het echt niet gedaan. Turbootje erin. Wielen en windows. Sowieso natuurlijk off-road wielen. Maar de vraag is dan voor welke gaan we. Voor de Concave Rallymaster ga ik.
Oh, die zijn heel clean hierbij. Tire design denk ik niet de bulletproof tires natuurlijk. Wel, tire smoke maak ik gewoon zwart. En dan ga ik even kijken welke kleur hierbij past. Ik ga even hierbij beginnen. Oh! Dit is echt zo'n camo kleurtje. Zo groen en bruin. Wow. Oh, dit is hard. Je ziet dat paarse dat ligt alleen maar op de auto. En dat groen dat ligt op die sidestep en op de fender. Dat vind ik eigenlijk wel nice. Gaat er niet voor, maar... Deze is nice. Oeh, misschien even voor die ga. We gaan nog even bij de metallic kleurtjes kijken. In ieder geval geen mat. Daar ben ik echt geen fan van op auto's. Ik zat te denken aan geel of blauw. Dit is echt gewoon zo'n Tonka speelgoedautootje. Nee, geel doet me te veel denken aan de Sand King. Dit is clean, Midnight Blue. Weet je wat, ik ga gewoon voor die kleur die ik net zei. Wat kost dat deze? Ja. 42k voor een kleurtje zeg, halleluja. Halleluja. Die klapt wel eventjes naar binnen, toch? Mm-hmm. Ja. Wat is de secondaire color? Oké. Okay. als ik die ogen doe, ben ik gewoon 60k kwijt voor een kleurtje. Maar nu is hij zwart. Misschien dat ik hem net een ander tintje blauw kan maken. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Ja, het een beetje dan Midnight Blue moet zijn. Op zich? Op zich? Of donkerblauw? Nee, donkerblauw. Ga ik wel even kijken wat ik... Oh, dat kan niet. Oké. Okay. Ja. Ja, was dit het? Even kijken bij de livery, want ik denk dat ik gewoon die... Die zwarte streep erop, want die vind ik wel heel clean. Ik blijf het zeggen, deze livery is ook super gaaf. Super gaaf. Deze past gewoon niet bij deze auto. Nee, we gaan gewoon voor de zwarte streepjes. En dan moet ik nog heel even kijken bij de lampen. Want ik wil deze wel, maar ik... Nee, een kit. Nee. Het is nog rood. Dit is nog rood auto. Waarom zou je daar een ding op zetten? En ja, heel eerlijk, als je er echt een tune auto van maakt, is dit super gaaf. Maar dat doen wij niet. Het zou helemaal fantastisch zijn als je gewoon die wielen, zeg maar, de suspension zo laag kan zetten dat die wielen gewoon schuin gaan staan. Even kijken, hier moeten we nog terug op terugkomen. Maar ik vind dit wel heel gaaf. Dus dan doen we dat gewoon en volgens mij hebben we dan alles gehad, hè. Ik denk het wel. Ja. Dit is ook eigenlijk helemaal niet handig, want volgens mij kan... Oh jawel, die zit zo vastgemaakt. Oh. Oké, dan gaan we eruit. En deze zal niet heel snel zijn. Deze zal ook echt niet goed zijn op handling, maar... Oh, maat! Die achterlampen zijn nice, die onderkant. Holy shit, what the f***. GTA blijft me verbazen, ik zweer het. Besef hè, GTA 5 heeft deze custom messages. Laat staan wat GTA 6 gaat krijgen. En even lekker rondje rijden. Natuurlijk, ik geef nu gewoon vol gas. Dus dit is echt geen snelle auto. Ook zeker niet een auto die races gaat winnen. Nieuwe auto en ik weet niet welke dat is. Oh, dat is een i8. Dat is ook een nieuwe. Draaicirkel is volgens mij op zich wel prima. Draaicirkel is heel nice voor een pick-up auto. Dus daar mogen we niet over klagen. Laten we een verlichte plek opzoeken. Ik heb dit ook nog nooit gezien. Een lichte... pick-up truck. De normale pick-up truck zijn zo zwaar, daar word je eng van.
Maar dit is gewoon licht. Chevy Silverado. Chevy Silverado. Hij stuurt ook goed. Ga je met je vrienden of road racen, kan het misschien... Ja, hij zal niet winnen, maar... Als dit je enige custom is, mag je ook zeker niet klagen, denk ik. Ja man, prima auto. Hey, wat fuck? Hey, dat is Chop! Dat is Chop! Of niet? Dat is Chop, maat! Van de singleplayer! Hey, kom hier! Dat is letterlijk Chop, ook hetzelfde geluid. Hey! What the fuck? Ik ga Franklin bellen en zeggen dat de hond hier is. Oh, dat is Juliette. Ik weet niet eens wie dat is. What the fuck? Chop is hier gewoon, maat. Hey, partner. Yo, Franklin, your dog's here, man. Good luck out there. Yo, thank you. Yo, dat is ziek, man. You wanna lose your life? Of dan? I hope you got you fucker. Oh ja, ga ze lekker schieten, man. Hier. I don't even need a gun for you. Oh nee? What the fuck is dit? The fuck doet deze guy? Wat de hel was dat eerst in de video? Wat de hel? Nou ja. Goudse video, maar nou. Waarom de fuck kan ik niet? How can I help? Waarom kan ik geen? Okay, call me back once you decide. Moeten weg hier. Moeten weg hier. Moeten weg hier. Waarom kan ik best niet bellen? Wacht hier wel even achter. Hey, LDO gaat niks. Hoppa, daar is $1 erbij. Kan ik nu wel Lester bellen? Oh, daar komt hij aanlopen. Oh shit. Oh ja, dan ga je het nice. Yo! Kale knakker. Ik, maar ook deze update zelf. Ik vind het gewoon echt een goede update. Mensen die ze tegendeel zeggen, die horen gewoon niet. Dat is witte Chop. Dat is totaal niet racistisch bedoeld, maar het is wel zo. Oké, midden in de nacht. Oh, wat een mooi uitzicht op de stad, joh. Kunnen ze er recht doorheen knarsen. Zullen we dat gewoon doen? Laten we eerst even een mooie foto maken van de auto. Nou, dan gaat het fout en dan zijn we van het dak gevallen. Even kijken. Preferences. Remote functions op on. Op on. Goed zo. Laten we dan ook gelijk de linkerdeur openzetten. Dan brandt het licht binnen ook. Het licht binnen ook. Oh, dit is zo donker dat je gewoon niet kan zien, joh. Zo. Heel donker. Misschien zo dan. Oké, je zit ik het nog niet goed zien, maar... Hallé. 1,2 miljoen voor deze auto met tuner erbij. Ja, nu heb ik wel een hele dure kleur gekozen natuurlijk. Dat heb je anders niet. Doe die fucking deur dicht. Oh, dat is de organisation. Oh. Nee. Maar ik denk dat als je een beetje redelijk normaal tuned, of in ieder geval gewoon een normale kleur pakt, denk ik dat je op zo'n 1,5 uitkomt. Niet heel duur, maar ja. Moet natuurlijk ook niet voor een auto. Ik kan echt geen kont zien. Ik kan echt geen kont zien. Zet even een mooie light bar aan. Oké, okay, here we go.
Wow! Oké, okay. Dat was een hele anticlimax. Ik dacht echt van, nou gaan we iets krijgen, maar... Maar dat was niet. Oh, wacht. Mooi fotomoment. Kijk eens. Als we nou toch eens even gaan kijken. Wat een mooi ding. Nee. Zo. Met het Finewood scherm op de achtergrond, gewoon zo. Beautiful, beautiful. En dan was het wel weer de video. We hebben een nieuwe auto getuned. We hebben de update eventjes uitgecheckt. We hebben een dispatch missie gedaan. Ik vind het wel mooi geweest. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Vergeet natuurlijk ook niet mijn Discord te joinen. En zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Houden.